Ja, welkom dames en heren. Vanmiddag zijn we weer bij de Charles en Vincent Show. En wij gaan deze keer praten over de economie en eigenlijk de gevolgen van de coronamaatregelen. En dat doen wij vandaag met twee bijzondere gasten die ook heel ver weg zitten. Eén hebben we Helene Mees. En die zit op dit ogenblik niet in New York, maar in... Amsterdam, aan de Weesperzijde. Aan de Weesperzijde, econoom, heeft boek geschreven over China... En Arnoud Bout, professor bij de UvA. Wat is jouw rol ook alweer Arnoud? Rol bij de UvA? Hoogleraar economie. Maar misschien wou je nog toevoegen, raadslid wetenschappelijk raad van het regeringsbeleid, WRR. Je houdt je bezig met de wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid, maar je houdt het vooral bezig met de financiering van het bedrijfsleven. Is dat een beetje jouw specialiteit? Nee, eigenlijk twee richtingen. Het toeval wilde dat ik vroeger heel veel macro-economie gedaan heb. En vervolgens heel veel de wetenschap juist weer heel veel richting financiering van ondernemingen en de financiële markten. En als we iets weten aan de crisis, aan de laatste drie crisissen, banken, euro en nu, is het een combinatie van financiering en macro. Ja, geweldig. Wij gaan het vandaag hebben over eigenlijk de economie. Onder invloed van de coronamaatregelen. We gaan het eerst hebben over het internationale component. Dus China, Amerika en Europa. En daarna gaan we inzoomen op Nederland. Gaan we praten over de recessie. Hoe zwaar die gaat. Of de Nederlandse regering het een beetje goed doet. Welke sectoren worden we zeg maar het meest worden getroffen. En wanneer we daar weer uit gaan. Dus dat kunt u dit uur verwachten. Ik wil allemaal vragen. Stel gewoon zoveel mogelijk vragen hier in Twitter, Facebook en YouTube. Die zullen wij gewoon ook erbij betrekken. Dat bent u van ons gewend. Goed, dankjewel. Charles. Met jou beginnend, Helene. We hebben in ieder geval iets gemeenschappelijk, denk ik. Dat is een belangstelling voor zowel Amerika als Nederland. We hebben er alle twee gewoond en zitten nu alle twee in Nederland. Ik ben benieuwd naar jouw observatie als we even naar die hele, ik zeg maar even, corona-economie kijken. En jij volgt uiteraard de Verenigde Staten en Nederland. Wat valt jou als je die twee beelden naast elkaar zet? Wat valt je dan op, Helene? Het meest valt me op is hoe gelijk overheden reageren. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa en ook in Nederland is de overheid meteen massaal te hulp geschoten. Dogma's die bestonden over begrotingstekorten, staatsschulden, die zijn meteen overboord gegaan. En als je ziet dat ook, wij kijken altijd naar de Verenigde Staten best wel spottend, omdat er geen verzorgingsstaat is. Dus Nederland kijkt daar best op neer. Maar ook het congres in Amerika is heel snel, echt al heel ruimhartig, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt te hulp geschoten. Zelfs zo dat voor een heleboel mensen die hun baan kwijtraakten, ze hun uitkering net nu hoger was dan het loon dat ze normaal zouden verdienen. Dat is eigenlijk natuurlijk ontzettend onrepublikeins, want het adagium van de Republikeinen is een kleine overheid. Een goede overheid is een kleine overheid, zei Ronald Reagan al. En nu gooien ze het echt met honderden miljarden, ik wil niet zeggen over de balk, maar het gaat wel met honderden miljarden het raam uit. Dat is super onrepublikeins. Het is onrepublikeins, maar ik denk dat iedereen, dat in die zin vergelijkt het zich met Duitsland. Daar staat in de grondwet dat er geen begrotingstekort mag zijn. En ook Duitsland heeft echt nog zonder weerga al die beperkingen en al die dogma's laten gaan. En dat moet ook, want het is gewoon een hele... Ik ben alleen even kwijt. Heb je me nu nog? Ik ben het voor iedereen. Ja, prima. Het is zo'n unieke situatie. En als je nu niet ingrijpt, dan stort echt die economie in elkaar. Omdat mensen hun verplichtingen niet meer kunnen doen. En dat is niet meteen een bewijs dat de economie niet deugt. Want uiteindelijk hoeft een economie niet zo te functioneren dat mensen, dat die 3 maanden in een coma kan worden gebracht. En mensen nog steeds geen centje pijn hebben. Kunnen we verder iets verder inzoomen? Ik even naar jou, Arnoud. Aan jou dezelfde vraag. Als jij naar het algemene beeld kijkt, dan kunnen we daarna inzoomen en kom je uitgebreid aan het woord. Wat zeg jij nu naar die hele economie kijkend? Wat zeg jij dan als econoom, macro-econoom in ieder geval voor een deel? Ja, ik zeg eigenlijk twee dingen. Eén, hoe de situatie precies is, weten we natuurlijk niet. Omdat al dat geld wat uitgestort wordt, ook een soort verdovingsmiddel is.
Met name trouwens in Europa, hè, waar werknemers worden vastgehouden in hun baan. En dat is wel een verschil met Amerika. In Amerika zijn er heel veel mensen uitgegooid. In Europa worden mensen vastgehouden in hun baan, want die worden gesubsidieerd vanuit de overheid om in hun baan te blijven zitten. In Amerika is het iets meer geweest van je wordt er toch uitgegooid en je krijgt dan die ruimhartige compensatie. Dus het is een verdoving waar we in zitten. Ikzelf ben redelijk optimistisch, want het is geen crisis die veroorzaakt is door een inherent probleem in de economie. We hebben de economie stilgezet. Al die maatregelen met betrekking tot virus letterlijk stilgezet. Dus het is geen onderliggende verrotting in de economie. Dus ik ben voor veel landen relatief optimistisch. Maar we weten het niet, want er is een verdovingseffect. Ja. En dat zou er dan toe kunnen leiden dat als die verdoving is uitgewerkt, dat dan slechter wordt, Arnoud? Ja, zeker, want bijvoorbeeld in Nederland, hè, waar nu het tweede pakket is ingegaan, dat tweede steunpakket, wat heel veel lijkt op het eerste pakket, en eigenlijk ook waar Helena verwijst, hè, dat algemeen ondersteuningsbeleid, hè, stuttingsbeleid, eigenlijk een soort stuttingsbeleid, dat is voor 3 maanden verlengd, maar er is nu duidelijkheid dat over 3 maanden de virus natuurlijk niet voorbij is, de consequenties zijn niet voorbij, en we realiseren ons ook dat we mensen niet vast kunnen blijven houden in hun baan. De economie zal zich moeten aanpassen. En dus mensen zullen moeten verhuizen van de ene baan naar mogelijk een andere baan. De ene bedrijfstak zal groeien, de andere bedrijfstak zal zwaarder moeten krimpen. Dat aanpassingsproces, dat hebben wij nog niet helemaal voor ogen, hoe dat gaat verlopen en wat de schokken zullen zijn in dat aanpassingsproces. Want cruciaal daarbij is denk ik ook, Arnoud, dat het probleem niet ontstaan is in de economie. Het is met dat virus ontstaan. Dat is ook anders natuurlijk dan de bankencrisis of anders dan de grotere depressie van de vorige eeuw. Het is in de kern was het in ieder geval geen economisch probleem. Is dat belangrijk voor hoe het zich uiteindelijk ontrolt? Ja en nee. Ja dus. Als het een verrotting in de economie was, zoals bijvoorbeeld, ik noem maar even, begin jaren 80... Waar echt een soort verzorgingsstaat was die niet meer houdbaar was. En toen moesten we echt economische veranderingen zien te veroorzaken om te zorgen dat de Nederlandse economie in dit geval, toen in dat geval, concurrerend kon worden. Hoe wij het bedrijfsleven weer ruimte moesten gaan geven. Dat soort vraagstuk speelt in Nederland in ieder geval nu niet. Maar in Nederland speelt wel het aanpassingsproces dadelijk. Dat is ook een economisch proces en we hebben dit nog niet eerder meegemaakt. Laten we even de wereld doorgaan, want ik wil komen zo meteen bij Arnoud ook als we over Nederland gaan praten. Maar ik wil eigenlijk eerst eventjes wereldwijd gaan. Helene, je hebt een geweldig boek geschreven over China. Je hebt ons ruim van tevoren gewaarschuwd aan eigenlijk het feit dat China in de World Trade Organization toekomt. Dat een heleboel dingen heeft veroorzaakt, lage rente en dat soort zaken. Hoe kijk jij tegen de invloed die deze coronacrisis heeft voor China? Wat zal dat voor de positie van China betekenen? Nou, China zal vooral vooral de les uitgetrokken dat ze niet afhankelijk moeten willen zijn van het Westen. En dat hadden ze, die les hadden ze. Westen zijn voor de financiële crisis van 2008, was China voor economische groei voor meer dan 55% afhankelijk van export. En inmiddels is dat nog maar 20%. En je zult zien dat de regering van Xi, dat hij dat proces versneld zou willen doorvoeren. Dus je ziet dat ze enorm groot stimuleringspakket bekend hebben gemaakt. En dan nu niet zozeer voor de fysieke infrastructuur. Want na de financiële crisis van 2008 hebben ze vooral hoogsnelheidslijnen en alles aangelegd. Maar nu willen ze digitaal. En die ontwikkeling van China gaat zo ontzettend snel. Eigenlijk niemand in het Westen realiseert zich wat er gaande is. En dat is heel erg jammer, want ja, ik snap dat mensen hier vooral kijken wat gebeurt in onze land, binnen onze landsgrenzen. Oh, de inkomensverschillen lopen op, vermogensverschillen lopen op. Het zijn belangrijke constateringen, moet je ook echt wat aan gaan doen. Maar ik zou wel zeggen van kijk wat er buiten de landsgrenzen aan de hand is, want die inkomensverschillen in Nederland, die staan niet los van wat er is gebeurd met China, waar opeens 1,3 miljard mensen aan de niet alleen aan de arbeidsmarkt, werd toegevoegd aan de wereldmarkt.
En die mensen die verdienden bijna echt niet. In 1990 leefde nog 2/3 van de Chinezen in absolute armoede. Dat is $1.50, $1.80 per dag. En de Chinezen hebben door die export dat percentage van Chinezen dat in absolute armoede leeft, terug te brengen tot, wil iemand een gok doen? Ja, 3% of 2% of zo, ja, dat is toch het doel? Het is inmiddels minder dan 1%. En daar zijn ze zo succesvol in geweest. Dat betekent nog steeds niet dat China al vergelijkbaar is qua inkomen met westerse landen. Maar wat het wel betekent is dat het is eigenlijk een kacheltje. It can feed on its own. Ze hebben niet meer de westerse consumptie nodig om mensen in het arbeidsproces te plaatsen. Ze kunnen dat feitelijk nu al zelf. Met alle Chinezen die een hoog inkomen hebben. Ja, dus je zegt van 2008 was het 55% van het BNP werd verdiend in de exportindustrie en nu nog maar 20%. Dat is echt een onvoorstelbaar verandering. Ik ben vorig jaar 3 keer heen geweest. En ja, als je nou moderne infrastructuur wil zien of een moderne samenleving of waar snel innovatie plaatsvindt of alles ziet er gewoon geweldig uit in die grote steden, dan moet je naar China gaan. En in Amerika heb je het idee dat het een oude zooi is. Ja, hoewel het opzet. Echt, de kritiek van westerse economen op China is ook zo misplaatst. Ik weet nog dat ik in 2015 woonde, ik een jaar in Beijing. En dat was net toen de beurzen crashten. En hier, dat was in het westen, was het ook wekenlang, zeg maar het begin van het 8-uur-journaal. Maar dat ging helemaal, dan was het ook echt net met een soort genoegen van, nou, dit betekent nu het einde van de Chinese opmars. Maar je kon gewoon zien dat het in de reële economie in China die aandelencrash heel weinig uitmaakt. Want die aandelen waren in handen van relatief weinig hele rijke Chinezen. En op het moment dat de beurzen begonnen te dalen, gingen de huizenmarkten weer stijgen. Ja. Dus voor de mensen die daar investeren zijn toch de mensen die niets anders met hun geld kunnen. En dat die al voorzien zijn in hun... die gaan niet meer of minder kopen van een beurscrash. Ja, en Arnoud, even ook over China. Hoe kijk jij ook in de internationale perspectief naar de positie van China en de veranderingen die daar volop gaande zijn, zoals Helene net mooi beschreef? Ja, kijk, die veranderingen en de hele opkomst van China. Hè. China was 150, 180 jaar geleden, stond bovenaan. Hè. Laten we niet vergeten dat China door een hele evolutie is gegaan. Bij de industriële revolutie, die kwam in Engeland en die zagen ze als bedreigend. Toen stond China bovenaan, maar deze de grenzen dicht. Dus ze zijn 150 jaar lang omlaag gekukeld. Voor verschillende redenen natuurlijk. En ze zijn met een ongelooflijke opmars bezig. En die opmars is eigenlijk heel, heel logisch gegaan. Als opkomend land probeer je eerst de productiemotor te zijn. De goedkope productiemotor te zijn van de economie. Dat was het exportmodel. Dat is eigenlijk ook waar Trump eigenlijk nog steeds tegen ageert. Namelijk dat allerlei industrie verdwenen is uit Amerika omdat China die productie-economie was voor de wereld. Maar op het moment dat een land dan omhoog komt zoals China, moet het zijn eigen bevolking meer rijkdom gaan geven. Dat betekent dat de eigen bevolking gaat consumeren. En dat is waar alleen naar verwijst, dat China dan meer ook een motor voor zichzelf wordt. En die beweging zie je, maar nog steeds op een laag gemiddeld niveau. Dus als je naar de toekomst gaat kijken en je gaat 30 jaar naar de toekomst kijken, dan is per hoofd van de bevolking, staat China nog steeds, bij elk groeipercentage wat je erin zet, staat ver achter, per hoofd van de bevolking, hè, ver achter het Westen. Zeker, maar wat wij weten, en dat is eigenlijk het grote probleem op dit moment, grote verschuivingen in de wereldeconomie, zoals het opkomen van China nu, dat leidt altijd in de geschiedenis, zoals ook China 150 jaar geleden bij de industriële revolutie, tot een angst in die landen die opkomst zien. Terwijl de wereldeconomie is geen zero-sum game. Eigenlijk zou het heel goed voor ons zijn dat China opkomt. Want China wordt een exportmarkt voor ons. Dus de wereldeconomie... Kijk, voor Nederland is het heel belangrijk dat Duitsland het goed doet. Als je Duitsland als een concurrent ziet, dan ben je als Nederland stom bezig. En toch ziet Amerika ook economisch China als een concurrent waar het de grenzen tegen moet doen. En die tendentie en dus die geopolitieke dimensie, dat is een hele gevaarlijke. Want dat is de uitdaging voor de komende 20, 25 jaar. Hoe gaat dat zich ontwikkelen? Maar ik wilde deze keer, dit is een beetje algemeen, over het hele economische opgang van China. Daar kun je fantastische verhalen voor houden. En ik ben ook een enorme China-fan. En
En daar kunnen we heel veel over leren. Maar deze corona-impact, zeg maar, die we nu hebben, heeft die nou, eerst even met jou, Arnoud, en daarna bij jou, Helen, van leidt dat nou eigenlijk tot een sterkere positie, een versnelling van die groei van China in de wereldeconomie? Of hebben we nu dat iedereen zich een beetje terugtrekt op zijn eigen gebied? Wat denk jij, Arnoud? Dat is een hele moeilijke vraag. Dat is een hele moeilijke vraag. Het gekke was natuurlijk dat Amerika was al zo in het defensief. Want Charles had het straks even over dat de Republikeinen het geld uitgeven, dat ze daar opeens geen bezwaar tegen hadden, tegen het schulden maken. Maar dat was al voor de coronacrisis. Onder Trump zijn die tekorten, voordat er sprake was van een crisis, terwijl de Amerikaanse economie in wezen goed liep. Trump was nog steeds olie op het vuur aan het gooien, grotere tekorten, grotere uitgaven, et cetera. Dus die angst... Een gigantische belastingverlaging eind 2017? Op het hoogtepunt van de economie. Dus elke econoom zou zeggen, ja, dat is niet het normale moment om het te doen, om het heel zacht uit te drukken. Dus Amerika zit geweldig in het defensief, voor een of andere reden, door dit perspectief. En dat maakt het voor China mogelijk om proberen de verstandigste te zijn van de twee. En China is dus strategisch eigenlijk veel handiger. Amerika, ja, zet zich af tegen het Westen. En doordat Amerika zich tegen het Westen afzet, heeft China een window of opportunity. Ja. Je hebt wat fans hier, Helene, van Yuri. Die snapt China. En die had dan ook inderdaad even wat vragen over wat hij denkt wat de invloed van China nou eigenlijk zou zijn en waarom nou eigenlijk China omhoog gaat en die recessie. Heeft die recessie die er nu zeg maar aankomt, is dat iets wat toch al eigenlijk wat er toch al aan zat te komen, of heeft dat echt gewoon met de coronamaatregelen, wordt het alleen maar daardoor versneld? Ja, dit is zijn stelling, dat de pandemie de oorzaak is van de recessie. Hij zegt, die zouden autonoom ook wel komen vanwege die opblazen van de schulden in de afgelopen 12 jaar. Ja, maar we hebben nou juist, het opblazen van de schulden is voor een deel al gebeurd in 2008. Hè. Zeg maar, we hebben inderdaad die bedrijfsschulden, maar die hadden niet de bedrijfsschulden die enorm zijn toegenomen. Die zijn toegenomen, die zouden geen probleem zijn geworden zo acuut. Waren het niet voor de corona-epidemie. Nee, ik denk dat de corona-epidemie nu heel duidelijk de oorzaak is van de recessie die het nu is. Kijk, de Verenigde Staten heeft na de financiële crisis, zeg maar sinds 2013, 2014, de langste periode van economische groei gehad. Dus dat daar op een gegeven moment een einde aan zou zijn gekomen. En er was wel sprake van dat misschien wel ergens begin dit jaar al zou zijn gebeurd. Dat zou zeker niet uit te sluiten zijn geweest. Maar dit is nu wel heel heftig. En ik denk dat je hier nu niet opeens de schuld moet leggen bij de bedrijfsschulden. Ik vind, bedrijven zouden hiervoor een rainy day gespaard moeten hebben. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de oorzaak van de crisis zijn niet de bedrijfsschulden of iets dergelijks. Ja. Nou, dan even over USA. Van, hoe zwaar gaat de USA, de economie van de USA, lijden onder deze corona, crisis en de uitgaven die daarmee gemoeid zijn en de vermindering en de werkeloosheid? Wat denk jij, Helen? Ik ben optimistisch. De Amerikaanse economie is een heel veerkrachtige economie. Precies als Arno net ook al zei, er zijn geen exogene redenen voor deze crisis, niet direct. Het is niet dat huishoudens hun schulden moeten gaan reduceren voor een lange tijd, zoals moest na het barsten van de huizenbubbels. Toen ook je in Nederland het probleem had, even over dat mensen heel lang hun huizen niet konden verkopen. Want een heleboel, alle dynamiek aan de markt ontnam. Kijk, dat is nu niet het geval. Dus ik verwacht dat de economie in Amerika vrij snel terugbounced. Als het geen V-vormige economisch herstel is, dan wel een swoosh-vormig economisch herstel. En de swoosh is het kenmerk van Nike. Hè, je zit een beetje een hockeystick, dus je gaat hard naar beneden en je gaat iets langzamer weer omhoog. Maar er gaat op een gegeven moment, je ziet het nu al, in Amerika gaat
nu alweer de retail vragen, de retail sales gaan alweer omhoog vergeleken met de maand eerder. Maar dat betekent alweer dat de mensen ingehuurd moeten worden. De mensen die weer ingehuurd moeten worden, kunnen weer meer consumeren. En dat herstel kan natuurlijk ook heel snel gaan. En omdat ook de regering Trump, ja, het IMF heeft voorgerekend dat het Amerikaanse begrotingstekort dit jaar op 130%, dus echt Italiaanse toestanden in de Verenigde Staten uit zal komen. Maar ja, niemand heeft het idee dat daar nu snel werk voor moet worden gemaakt om die af te lossen. Dus er komt niet een enorme drag, er komt geen rem op die economische groei. Dus ik ben daar redelijk optimistisch over. En eigenlijk de enige land dat niet veel stimuleert. Ja, hele fijne stimuleringschecks. Het enige land dat niet veel stimuleert is China. En dat doen ze eigenlijk omdat ze de hele tijd zo de wacht is aangezegd door alle westerse economen. Ik vind het echt een schande. En het zou Wacht even alleen, want Vincent had die mooie check, hè? Ja. Kijk, ik heb ook zo'n check. Dus de vraag is eigenlijk even, ook zo'n Amerika van Donald J. Trump. Dus wie heeft de check gemist? Ja. Huh? Wie heeft die check gemist? Wie heeft hem niet gekregen? Want er zitten een paar van ons hier in deze video zijn die gediscrimineerd zijn, die check niet gekregen hebben. Ja, ik heb alleen gewoon Nederlands paspoort in. Maar geen verder. Ik hou van het land, ik ben er veel, maar ik heb gewoon een Hollands paspoort en ik ga gewoon op een. Wat is het voor visum tegenwoordig? Weet ik veel. Ga ik er af en toe naartoe. Maar is dat gelijk ook een soort stem? Zal het stembiljet erbij in, Vincent, bij jouw vrouw of niet? Vincent, jouw geluid staat uit. Vincent, geluid. Ja, je geluid moet je uit. Jouw microfoon staat uit, Vincent. Dus inderdaad, ja. Heel interessant. We kregen dus dit ding binnen. Ik heb twee kinderen en ik heb een Amerikaanse vrouw. $2200. En daar zat inderdaad gewoon bij van... Hey, ik ben uw president. Ik maak dit land sterker. En samen kunnen we dit doen. DonaldTrump.com. Ja, de checks kwamen ook 2 weken later binnen. Omdat hij zijn handtekening eronder was. Maar het is wel 1,2 triljard. 1200 miljard zeg maar in een paar maanden erdoorheen. Maar goed, inderdaad. Wij hadden ook een minister van Financiën die zei van ja, nee hoor, 60 miljard extra, ach, dat kunnen wij hebben, dat is geen probleem, wij kunnen gewoon prima, we gaan ook van 400 geloof ik miljard schuld nu naar 600 miljard en hij blinkte niet met zijn ogen. Het is inderdaad ongelooflijk wat Helen zei, iedereen heeft alles open gegooid. Is dat nou goed voor de economie, dat je alles open gooit? Maar goed, daar komen we zo meteen op. Even Arnoud, jij had het dus over, zij was heel optimistisch over de USA. Ben jij ook zo optimistisch over de USA? Dat die economie snel teruggaat als de meest flexibele economie op aarde? Kijk, normaliter ben ik... Ik heb ook 10 jaar in Amerika gewoond of 9 jaar in Amerika gewoond. En je ziet van iedereen die lang in Amerika gewoond heeft... Die is eigenlijk gestopt met vergelijken van Europa en Amerika. Ziet gewoon dat er gigantische verschillen zijn. En een van de grote verschillen is altijd... de zoektocht naar kansen die er in Amerika is. Dus ik als Europeaan en in Amerika rondlopend herken altijd de dynamiek. Maar er is natuurlijk de laatste 25 jaar, is er wel iets aan de hand in Amerika. Ik herinner me de opmerking tijdens de financiële crisis, waarbij de schuldniveaus van het gemiddeld Amerikaans huishouden gigantisch waren opgelopen. En die zijn nog steeds hartstikke hoog. En die schulden zijn weer aan het oplopen. De creditcardschulden zijn weer aan het oplopen. Op alle mogelijke manieren. Het is letterlijk dat de grote groepen in Amerika niet profiteren van de welvaartsstijging. Hele grote groepen. En de gevleugelde uitspraak is, let them eat credit. Dus let them eat credit. Door heel veel te lenen kunnen ze meedoen aan de Amerikaanse droom. En dit achterblijven van hele grote stukken delen van de Amerikaanse samenleving, daar kun je gewoon niet van voorstellen dat er niet ergens een wal moet zijn die het schip keert. Dat dit toch nog onrust gaat leiden op een gegeven moment. Maar we weten als econoom, timing weten we niet. Of het probleem zich over 3 jaar, 5 jaar, 8 jaar onoverkomelijk gaat manifesteren, weet ik niet. Maar het probleem gaat komen. Nou, vertel even, ga eens even wat Jacob Diekman zegt. Die modern monetary theory, de MMT, zou de overheid bijna onbeperkt geld kunnen bijdrukken zonder consequenties. Zou je er iets aan kunnen zeggen daarover?
Ja, dat kan ik. Ik ben voorzitter van het Sustainable Finance Lab. En daar hebben we de grootste ideologen van het land in zitten. En dus ook mensen die hier honderdvoudig achter staan, letterlijk. Maar ook mensen die er honderdvoudig tegen zijn. Die modern monetary theory, waar je eigenlijk zegt dat door middel van geldcreatie kun je de overheid rechtstreeks financieren. Je kunt gewoon als centrale bank, kun je gewoon in dit geval euro's drukken. En je kunt alle overheden, je kunt eigenlijk tegen alle overheden zeggen, houd maar even op met belastingheffen. We gaan de komende 2 jaar gaan we gewoon bankbiljetten drukken. Of dan de virtuele bankbiljetten drukken. En jullie hoeven geen belasting te heffen. Dat is eigenlijk even gechargeerd wat deze modern monetary theory eigenlijk aanhangt. Dat je op die manier geld gaat creëren. Nou, de hele reden waarom wij overheden willen hebben, die eigenlijk hun eigen geld moeten ophalen, is dat ze verantwoording moeten afleggen over wat ze willen, waar ze het geld voor ophalen, hoe ze het willen uitgeven. En op het moment dat je de Europese Centrale Bank binnen de modern monetary theory zegt van jullie kunnen gewoon geld drukken, dan komt Europa, zoals nu met het 750 miljard euro pakket, of het 2000 miljard euro pakket wat het Europese parlement wilde, en dan zou het Europese parlement het over de schutting gooien naar de ECB en tegen de ECB zeggen, druk even het geld. Wat voor Europa heb je dan nog als er geen enkele verantwoording is over hoe je middelen gebruikt? Want er zijn consequenties. Geld is niet gratis. Ja, maar even zo meteen naar Helene hierover. Want we geven natuurlijk geld uit als een, we zeggen ze wel eens, als een dronken zeeman. Maar hoe ernstig, Arnoud en daarna Helene, zouden de consequenties van dit beleid kunnen zijn? In positieve of negatieve zin? Want van deel, eerlijk is eerlijk, hou je de economie ook aan de gang en haal je mensen van de bedelstaf. Dus het is altijd een soort duivelse dilemma van Wopke Hoekstra en mevrouw Lagarde en noem ze allemaal maar op. Maar hoe kijk je daarnaar? Hoe groot zullen de consequenties zijn van deze spending drift? Ja, even twee dingen. Kijk, als in een crisis, hè, waar we het net ook over hadden. In een crisis heeft de overheid verantwoordelijkheid om in te stappen, om te zorgen dat de bestedingen op een goed niveau komen. Die verantwoordelijkheid is er. Absoluut. Op het moment dat, even gerelateerd nog aan die modern monetary theory, dat je een centrale bank zelfs eenmalig, maar dat is het cruciale eenmalig, dat bestaat niet eenmalig in het politieke leven. Maar als je de centrale bank eenmalig geld zou laten drukken en daarna zou het nooit meer gebeuren, en dat geld wordt goed besteed, dan hebben we iets prachtigs gedaan. Dus de besteding van het geld is uiteindelijk waar het om gaat. En als je het op een onverantwoorde wijze dat geld creëert, dus je suggereert eenmalig, dan heb je eigenlijk het hek van de dam opengezet voor onverantwoordelijk geprint van geld in de toekomst. En daarmee onverantwoordelijke uitgaven. En op het moment dat je dat doet, kom je op een gegeven moment jezelf tegen. Inflatie, uiteenlopende inflatie, et cetera. Oké, Helene, wat denk jij? Iedereen die is altijd alleen maar gefocust op de teller van de staatsschuldquote. En niet op het noemereffect van de staatsschuldquote. Kijk, we hadden kunnen zeggen, de overheid doet niks. En dan zouden er in Europa gaan een heleboel automatische stabilisatoren aan het werk. Omdat mensen recht op uitkeringen hebben als ze massaal ontslagen worden. Maar in Amerika heb je dat niet. Als de overheid gewoon niets doet en vervolgens stort die hele economie ineen. Dus niet alleen maar de consumptie valt weg. Maar mensen gaan ook hun huren niet meer betalen. En mensen kunnen hun hypotheken niet meer betalen. En dan krijg je ook een financiële crisis. Dan stort de economie in. Wat doet dat met de noemer van de economie? Dus als de omvang van de economie vanwege de coronacrisis, die je gewoon laat voortwoekeren en waar je helemaal niets doet om de economische gevolgen te verzachten, dan kan die economie wel met 20-30% krimpen. Moet je zien, dan kun je wel zeggen, ja, maar we hebben de overheidsbestedingen niet verhoogd, of de staatsschuld niet, het begrotingstekort niet verhoogd. Maar dan wordt die staatsschuldquote niet min veel hoger, omdat het noemereffect optreedt. Dus op alle manieren moet je gewoon, kijk, er zijn ook andere manieren waarop er in Amerika een omkering kan plaatsvinden. En dat hoeft niet door een crisis te zijn. We hebben binnenkort gewoon namelijk verkiezingen. En er is op dit moment heel veel momentum in de Verenigde Staten. Je hebt de Social Justice Movement. Je hebt Biden.
als die verkozen zou worden. En daar lijkt het nu volgens de peilingen nu in ieder geval wel op. En ik heb niet het gevoel dat Donald Trump op dit moment veel zieltjes aan het winnen is met zijn gedrag. En dat de onthullingen die allemaal nog zullen komen tussen nu en, wat is het, 3 november? Ja. Dat ook niet erg zullen helpen. En stel dat er nu een Joe Biden president zou worden en je hebt een Amerikaans congres waar de Democraten ook nog eens een flinke vinger in de pap hebben. En dan kun je je voorstellen dat in ieder geval die winst, de verlaging van de winstbelasting, van de vennootschapsbelasting, wordt teruggedraaid. Dat geld, de opbrengst daarvan, zou kunnen worden gebruikt om meer voorzieningen voor mensen te creëren, zodat er betere opleidingen komen. Want social justice is niet alleen het geweld tegen African Americans in Amerika. Het gaat er natuurlijk ook om dat mensen uit een heel achtergebleven buurt komen, waar bijna geen voorzieningen zijn, waar bijna geen fatsoenlijk onderwijs is. George Floyd is geboren in een omgeving waarin hij ook is gestorven. Dus je kunt ook wat aan die, door daarin te gaan investeren. Dus ik zie daar, en uiteindelijk om die inkomensverschillen terug te dringen en de vermogensverschillen, hoef je geen draconische maatregelen te nemen. Uiteindelijk gaat het om een verschuiving van winst van arbeid naar kapitaal van ongeveer 10% punten. Om dat gelijk te trekken hoef je maar 5% bij kapitaal weg te halen en 5% toe te voegen aan arbeid. En dan ben je ongeveer weer terug in de situatie waarin we in de jaren 90 waren. En waarin het eigenlijk, waar en het socialisme niet de overhand had, waar het overheidsapparaat niet zo topzwaar was geworden, dat het feitelijk economisch niet rendabel kon zijn, dat de economie ook daardoor niet goed groeide. En je bent ook niet naar het model waar we nu zijn, waar eigenlijk kapitaal de overhand heeft en arbeid niks meer te zeggen. Maar nog even over wat jij zegt. Optimistisch, over en dat zal alleen maar, als je dat zou doen, de herverdeling zal een enorme groeiimpuls geven. Wat jij zegt over die sociale beweging, dat snap ik alleen. Dat is heel herkenbaar. En daarnaast heb je ook nog de omstandigheid dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten een groot deel van de infrastructuur ongeveer op instorten staat. Dat is de betonnen infrastructuur, maar ook de sociale infrastructuur. Dus als je de kant op wil van een land met gelijkere kansen, met minder armoede en betere infrastructuur, dan moet je bovenop de enorme uitgaven die nu gedaan zijn door de Trump-regering, dan gaat het om duizenden miljarden, dat weten we allemaal, zou je nog een enorme investering, een soort New Deal-achtige operatie op moeten zetten, om een beetje in de buurt te komen van de kwaliteit, en ik krijg altijd boze tweets als ik dat zeg, maar als we een beetje in de buurt willen komen van het voorzieningenniveau wat wij in ieder geval hier in West-Europa hebben. Maar er valt heel veel geld. De inkomensverschillen zijn op het niveau van de Roaring Twenties in de Verenigde Staten. Dus daar is heel veel her te verdelen. Zeg maar de top 1% of de top 0,1%, die haalt nu het aandeel in het totale vermogen. En inkomen is nu net zo groot als in de jaren 20. Zoals je in Amerika, zeg maar, tijdens de jaren 70 waren die inkomensverschillen het kleinst. En die zijn weer heel snel gestegen, na de jaren 80, sinds de globalisering. Maar Charles, om terug te komen op jouw eerste vraag. Jouw eerste vraag was, Europa komt met een groot bestedingspakket. Op zichzelf is dat dus logisch. In een crisis moet een overheid moet acteren. En de uitdaging is, Europa zijn al die verschillende landen, de uitdaging is te doen op een manier waardoor Europa meer bij elkaar wil horen in plaats van minder. En dat is dus een hele bijzondere uitdaging, omdat die conflicten zitten er in Europa altijd in. We hebben ook 1 centrale bank voor 18 of 19 landen. Dus het maakt het altijd ingewikkeld, want alles wat de centrale bank doet, alles wat Brussel doet, wordt heel snel geïnterpreteerd als goed voor het noorden of slecht voor het zuiden of goed voor het oosten, slecht voor het westen. Van Europa. Maar op zichzelf dat Europa moet acteren, ik denk dat iedereen het erover eens is. Hoe wij het schip kunnen keren, Helene's opmerking over de toegenomen ongelijkheid, hoe we dat schip gekeerd krijgen, laten we eerlijk zijn, 8 jaar Obama, of hoe lang Obama er ook zat, heeft niks opgelost op dat punt. Dus er zijn krachten, onderliggende krachten, inclusief de elite, die altijd het politieke proces weten beïnvloeden. En de elite zit in de boards van een Uber, zit in de boards van een Google. En de big tech, laten we eerlijk zijn, de big tech is de winstmachine.
is de machtsmachine die aan het ontstaan is. We zien allerlei studies die laten zien. Een prachtig boek van Thomas Philippon, The Great Reversal, net uitgekomen een paar maanden geleden. Een Franse econoom aan de rechterkant van spectrum notabene, 30 jaar geleden naar Amerika gegaan. Nu kijkt hij terug. Hij zegt, hoe is het mogelijk? Toen ik kwam, waren de services eigenlijk goedkoop vergeleken met Europa. Nu is alles duur, omdat het grote bedrijfsleven, inclusief activiteiten zoals onroerend goed, de makelaar, et cetera, ze hebben via rentseeking, dus via machtsposities, het politieke proces kunnen beïnvloeden, de machtsposities kunnen bestendigen en de middenklasse, de grote Amerikaanse middenklasse, is het slachtoffer. Amerikaanse banken, we zeggen altijd, die staan er beter voor. Die hebben hogere marktwaardering. Maar voor een groot deel komt het omdat de Amerikaanse banken toegestaan is om woekerpolissen te verkopen. Die hebben letterlijk het woekerpolisprobleem wat we in Nederland hadden. Het verkopen van producten aan grote massa's. 7,5 miljoen woekerpolissen in Nederland. Gigantische massa op die winsten op die producten. Een product wat verslagen niet in het belang was van welke Nederlander dan ook. Het grootste schandaal eigenlijk in de Nederlandse moderne geschiedenis, hoe verzekeringsmaatschappijen letterlijk eigenlijk ten koste van de Nederlanders zich hebben verrijkt. Dat is de reden voor een deel waarom Amerikaanse banken zoveel waard zijn vandaag. Zij leggen een rekening bij het grote Amerikaanse volk waar zelfverrijking tegenover staat. En waar is de tegenkracht? Ik zie de tegenkracht nog niet. Ik kan nog wel een paar andere redenen bedenken waarop Amerikaanse banken zoveel geld verdienen. Dat ze alleen de goede kapitaalpositie hebben. Ze rekenen daar idiote bedragen voor gewoon transactieverkeer. Nee, dat is het. Dat is het. Dit zijn de manieren waarop ze geld binnenhalen. Als een check bounced, wat gebeurt juist bij de arme bevolking, check bounced. Als je ziet de fee die ze mogen rekenen omdat de check bounced. Ja, maar ook alleen maar gewoon online geld overmaken naar je buurman. Dat kost al een fee van degene die het verzendt, $45. En $20 bij de ontvangende kant. Ja, zullen we even... We hebben nu over Amerika gehad en de ongelijkheid daar. En we hebben dus over China, hoe anders dat is. Uitermate interessant. Nu gaan we even over Nederland praten. Hè. Nederland, open economie. We zijn afhankelijk van het buitenland. En we hebben ook een stuk van onszelf. Als we nu praten over wat gaan nou de gevolgen zijn. Dan begin ik even met jou, Arnoud. Over wat we hier hebben. De belastingen, de inkomsten die terugkomen. Enorme uitgaven. Stukken vraaguitval. Hoe lang, als die coronacrisis nog een paar maanden doorduurt en misschien vanaf kwartaal 4 weer langzaam wat minder wordt, hoe zwaar wordt die recessie en hoe lang gaan we daar last van hebben? Ja, Vincent, als ik het antwoord had, dan zat ik waarschijnlijk op de Bahamas of zo, want dan was ik waarschijnlijk ook heel goed in mezelf heel rijk maken. Er zijn een paar dingen. De Nederlandse economie, laten we ook even van de positieve kant bekijken, is inherent een hele sterke economie. En dat komt door allerlei natuurlijke factoren. Gewoon onze ligging, waar we liggen, heeft te maken met de talenkennis van mensen, de openheid van het land. We kunnen altijd wel kritisch zijn op hetgeen wat gebeurt. De kwaliteit van het ambtenarenapparaat. We hebben geen corruptie. En als we corruptie hebben, hangen die mensen aan de hoogste boom. Dus we hebben een goed bestuurd land. Ja, dat zul je mij niet vaak horen zeggen. Ik ben altijd bereid kritisch te zijn. Het kan altijd beter. Maar Nederland heeft op zichzelf, zoals Nederland ervoor staat, staan we er eigenlijk heel sterk voor. Dat betekent dat ik verwacht dat de Nederlandse economie zich zal settelen naar de omstandigheden hoe dat virus zich ontwikkelt. Betekent ook dat Nederland in term van overheidsuitgaven, het kan lang een overheid hebben die meer uitgeeft dan dat ze binnenkrijgt, omdat ze die vraag moet ondersteunen. Nee, er zal niemand een vraagteken zetten bij de kredietwaardigheid van Nederland. Letterlijk niemand. Dus dat betekent dat als wij het niet kunnen redden, dan kan geen enkel land in Europa het redden. Dus dat is eigenlijk de situatie waar we staan. Ik ben eens alleen, dat is een hele optimistische boze. Ik ben het met je eens, Arnoud, als ik dat wel eens zeg tegen mensen. Kijk alle internationale staatjes erop naar. En ik roep altijd wel, kijk even los van alle economische harde data, kijk simpelweg. Dat is een favoriete bestemming van mij, de happiness index. Dat is moeilijk om te zetten in harde economische termen en inkomens enzovoort. Maar het zegt toch wel wat over de totale kwaliteit van het land. En dan doen we het altijd hartstikke goed. In ieder geval veel beter dan de VS.
Maar de Nederlandse happiness is natuurlijk geen, dat gaat niet over tevredenheid, maar over zelfgenoegzaamheid. Dus Ja, dat kan toch prettig zijn? We dalen op alle ranglijsten, maar dat weten we helemaal niet, want we vinden onszelf nou eenmaal fantastisch. We hebben het altijd erg trots. Oh ja. Maar, je kunt er ergens gelukkig van zijn. Maar dat is ook een manier om happy te zijn. Dus ik ben daar over die is ook het statistiekelijk sceptisch. Want ondanks zeg maar, alle goede randvoorwaarden die Nederland heeft om een totale top-economie te zijn, zijn we gewoon een middenmotor. Zeg maar sinds het begin van de eeuwwisseling, zeg maar sinds de nieuwe eeuw 2002, zijn we tussen 2002 en 2016 is de Nederlandse economie overal maar iets met 7% gegroeid of zo. Terwijl andere economieën, ja, even die andere economieën, Duitse economie is 2 keer zo hard gegroeid in diezelfde periode. Amerikaanse economie is 2 keer zo hard gegroeid. Maar Helene, geloof jij in die cijfers? Want de Duitse economie groeide harder, omdat Nederland de arbeidsmarkthervorming gewoon 10 jaar eerder had gedaan dan Duitsland. Nou, Duitsland raakte in een diepe crisis. By all means. Arnoud, de reden waarom... Frankrijk heb je ook niet genoemd. De reden waarom de Nederlandse economie niet zo hard groeit, is omdat wij, enige waar we mee bezig zijn, en op advies van economen van de Universiteit van Amsterdam, om te zorgen voor een heel goed investeringsklimaat in Nederland. En de huishoudens zijn tussen 2002 en 2016 zijn ze er per saldo in besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking op achteruit gegaan. Ja, dat gaat over een periode van 15 jaar. Als we in Nederland ietsje meer zouden doen, zodat huishoudens te besteden hebben, dan hoeven we niet te kijken naar de tophuishoudens, want daar gaat het wel goed mee. Maar als je kijkt naar de lagere huishoudens, de factor arbeid is in Nederland helemaal afgeknepen. Terwijl de belastingdruk op kapitaal is gedaald. Hè, de vennootschapsbelasting is gedaald. Is de belastingdruk op arbeid sinds begin 2000 enorm gestegen. Terwijl je al wereldwijd die trend hebt dat kapitaal aan het winstaandeel in het bruto nationaal product stijgt, gebeurt ook in Nederland, en het arbeidsinkomensquote daalt. En dat die trend is in Nederland versterkt. Zou je dat niet doen? In Zweden en Denemarken, die ook een hele lage staatsschuld hebben, die hebben dezelfde economische groei gehad als Nederland, maar daar hebben de huishoudens wel geprofiteerd. Die zijn er meer dan 10% op vooruit gegaan, 10-20% zelfs in Finland, in diezelfde... Hier zijn we het niet over alleen. Afgelopen dinsdag op Op1, s'avonds, televisieprogramma. Ik heb precies hetzelfde gezegd. Er zijn altijd dingen die Nederland het beter kan doen. En de factor arbeid, arbeidsinkomensquote is teruggelopen. Nederland heeft het te danken, letterlijk zelfs aan het akkoord van Wassenaar van begin jaren 80. Toen was het cruciaal, want toen had de factor arbeid inderdaad ongeveer het hele winstinkomen opgegeten. En we hebben voor een of andere reden in onze cultuur vastgehouden dat wij moeten concurreren op arbeidskosten. En dat heeft geleid tot een overschot op de export van 10% van nationaal inkomen, wat verslagen ongezond is. We moeten meer besteden. Dus er zijn allerlei dingen die we beter kunnen doen. Absoluut. Maar dat betekent niet dat wij als Nederland... Jij gaat terug naar 1984, na het akkoord van Wassenaar, is heel interessant. Overigens, die verschuiving van arbeid naar kapitaal heeft zich wereldwijd voorgedaan. Van oost naar west, overal. Dus om dat nou allemaal op het konto van het akkoord van Wassenaar te schuiven, is mij iets te gortig. Maar daar staat tegenover dat je dat beleid kunt hebben. Of dat je die trend kunt hebben en je kunt het akkoord van Wassenaar hebben. Je kunt een heleboel aan herverdeling doen. En dat is heel erg belangrijk. Je kunt nog steeds de winsten herverdelen. En dat gebeurt niet. En daardoor zijn we helemaal niet zo'n sterke groeier. Dus dat de voorzieningen, ik vind het ook heel interessant, maar bij het begin van de coronacrisis, ook weer even een staaltje van de Nederlandse zelfgenoegzaamheid, zei ze, nee, wij zijn heel goed voorbereid op een pandemie, want we hebben zulke goede eerste lijn zorg. Maar ja, toevallig was ik die week bij mijn huisarts hier, en er stond een heel groot bord op de deur van, if you think you have corona, go away. Dus ik denk, hoe goed zijn we nou? Kijk, die RIVM, by all means,
we moeten ook gewoon toegeven dat we niet heel bijzonder goed zijn geweest om het virus buiten de deur te houden. Echt niet. Maar zijn wij sterke economie of niet, Helene? We kunnen alles bekritiseren. Ik kan letterlijk, er is niks wat ik niet kan bekritiseren. En ik kan een verhaal houden waardoor ik zelfs alle mensen achter me krijg dat allemaal slecht is. Maar vergelijk hoe wij ervoor staan. Wij kunnen gewoon 2 of 3 maatregelen nemen, zelfs in jouw lijn. En we zijn de beste van allemaal. Dan staan we niet op nummer 5, dan staan we zelfs op nummer 1. Dus probeer dat in België. Probeer dat in Frankrijk. Kun jij 5 maatregelen noemen waardoor Frankrijk die 20% waarop ze op Nederland achteruit zijn? Waar gaat het minimalisme nou over? Nederland heeft geluk gehad met de gasbel die dan nu wel uitgeput is en dergelijke. We doen een heleboel dingen niet. We doen heel weinig aan milieubeleid. Daar lopen we hopeloos achter, omdat we economische groei zo belangrijk vinden. Kijk, je begon zelf al, Nederland heeft gewoon een hele goede uitgangspositie dankzij zijn ligging en dergelijke. En dan hebben we daar de gasbel bij en alles. Het zou echt heel verbazen, we zouden wel heel veel verkeerd moeten doen om niet goed te groeien. En toch zijn we gewoon qua economische groei een middenmotor. En dat zijn niet mijn cijfers, het zijn cijfers van de Nederlandse Bank. Helder. Even een compliment, erg informatief allemaal. Thanks guys, zegt Richard Koek. Ik heb er ook wel een paar eruit moeten sturen die vonden dat wij iets haten of niet haten. Die heb ik weggestuurd. DigiL, als ik het goed zeg, vraagt waar kan Nederland zich nu op richten en of investeren voor in de toekomst? Los van de smart regio Eindhoven. Ja, dan gaat het inderdaad goed, hoewel misschien ook ietsje minder. Waar kunnen we ons op richten nu, Arnoud? Waar moeten we naartoe? En dan heb ik ook even toch in mijn achterhoofd wel alles rond de duurzame economie enzovoort. Hoe kijk je naar de kansen en mogelijkheden nu in deze op zijn minst verwarrende tijden? Ja, nou, het zijn zeker verwarrende tijden. En het gevaar in verwarrende tijden is dat we een economie ook top-down proberen te sturen. Het grote verschil tussen Nederland en Frankrijk, dat is eigenlijk een hele mooie vergelijking ook binnen de Europese Unie, want dat is doordat Engeland weggevallen is, is Nederland eigenlijk nu het tegenwicht van Frankrijk, omdat Duitsland wil accommoderen. Duitsland wil altijd accommoderen, vanwege ook zijn geschiedenis. Frankrijk is een top-down gestuurde economie. Nederland moet het eigenlijk veel meer hebben van bottom-up. Wij moeten gebruik maken van waar wij kansen zien. En kansen is eigenlijk altijd bottom-up. Dus ik hou eigenlijk nooit zo van waar moeten wij in investeren. De overheid kan natuurlijk, er zijn een aantal zaken die overheid kan doen, die gewoon goed zijn voor een economie, waardoor die economie veel meer zijn kansen kan gebruiken. Dat heeft onder andere te maken met letterlijk huisvesting. Hoe wij mensen huisvesten, hoe wij die infrastructuur dus nog verder kunnen versterken. Heeft te maken misschien zelfs met de Schiphol. Laten we misschien een keer ambitieus zijn. Waarom leggen we het vliegveld niet in zee neer? Dan hebben we dat hele land wat heel veel waard is. Dan kunnen we dat optimaal inrichten. Dus wij kunnen als overheid ambitieus zijn, waardoor wij veel betere kansen scheppen naar de toekomst. En daar zitten die investeringen bij die te maken hebben met milieu. Die zitten er natuurlijk bij. Want duurzaamheid, dat wij tegen onze grenzen aanliepen, dat was al voor de crisis. Denk aan die stikstofdiscussie. Het kan toch niet zo zijn dat een regering telkens als er vanuit legitieme hoek zaken naar voren komen, dat die regering besluiten neemt en vervolgens in zijn acties zich niet houdt aan klimaatdoelstellingen. En de rechter moet notabene de regering terugfluiten. Dan zijn we een soort achterhoedegevecht aan het voeren. En dat belemmert economische groei. Dus ik ben minder dirigistisch. Ik wil niet dirigistisch zijn. Maar er zijn allerlei zaken waar een overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen en die juist die dynamiek in de economie ten goede komen. Nou, als we kijken, we hebben wat geld. Volgens minister van Financiën hebben we geld genoeg. We hebben gewoon 100, 200 miljard. Waar moet dat aan besteed worden, zodat wij A, uit deze crisis komen, weer op een goede manier, en B, een stukje vergroening en een stukje, herverdeling en een stukje vergroening. Waar zouden we in moeten investeren? Maar Vincent, 1 seconde. Hè? Stuttingsmaatregelen. De minister had het over stuttingsmaatregelen. Stutten van de economie. Uitstel van belastingen. Minder belastinginkomsten. Dat gaat al meer dan 100 miljard kosten. Ja. Stuttingsmaatregelen, uitstel van belasting, minder belastingontvangsten. Ja. Dan zijn we nog niks aan het bedenken verder. Wij kunnen daar bovenop, in die term van infrastructuur waar ik net had... Nog een keer 100 miljard, 200 miljard. Ja. Dus mijn vraag is dus aan Helene. Als jij die 100 of 200 miljard bovenop het huidige stuttingsmechanisme... Waar zou jij dat dan investeren? Ik weet niet of daar de toekomst ligt. En ik weet ook niet of we zoveel meer hoeven te stutten als de economie weer open gaat.
gaat die economie weer open. En als het goed is, gaat de banenmotor weer werken. Krijgen mensen weer inkomen. Dus ik zou veel meer voorstander zijn voor een structurele heroverweging, herziening van de Nederlandse economie. En ik zou echt weg willen met die inzet op dat fiscale vestigingsklimaat. Ja, deze week laat maar weer zien, Unilever. Of was het nou vorige week dat Unilever zei, het hoofdkantoor gaat toch naar Londen. Look, Nederland is een klein land. Dat tenzij je echt de tax-haven wil zijn, wat we tot nu toe voor gekozen hebben, dan ben je gewoon niet aantrekkelijk, omdat je geen groot binnenmarkt hebt. Eigenlijk zou je New York, zoals de Verenigde Staten, het blijft een heel aantrekkelijk land, ongeacht wat nou precies het VPB-tarief daar is, omdat het gewoon een enorme binnenmarkt heeft, een enorme interne markt. Dus Nederland moet daar niet op inzetten. Het zal veel meer... Kijk, als mensen niet meer... we niet allemaal die fiscalisten hebben zitten op de Zuidas. Daar zitten allemaal slimme mensen. Die zijn alleen maar bezig om het belang van de staat te ondermijnen. Om de effecten, de perverse effecten van de globalisering, om die te verergeren. Waarom zouden we daarmee doorgaan? Het is niet zo dat als die mensen niet meer als fiscalisten aan het werk komt, dat die brainpower niet voor iets anders gebruikt zal worden. Ik verwacht daar juist heel veel van en dat we dan veel meer innovatie krijgen. Ik geloof dat wij ons in Nederland eigenlijk veel te veel met randverschijnselen bezighouden, zoals het adviseren over fiscaliteit. Te veel willen van, oh, we moeten het transportland zijn waar we eigenlijk veel te slim zijn, inmiddels veel te hoog voor opgeleid zijn. Dus ik zou willen dat we, kijk, noem een voorbeeld aan China, zou ik zeggen. Hun volgende infrastructuurproject is niet asfalt, maar geen hoogsnelheidslijn. Maar dat is een digitale infrastructuur. Daar zie ik veel meer toekomst voor Nederland dan de weg die we nu de afgelopen 20, 30 jaar hebben bewandeld, waarbij het internationale vestigingsklimaat het al ontdoet. Ik wil nog één ding met jullie ook aanstippen in het kader van, zeg maar, de coronacrisis. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je eigenlijk ook bij grote crisis, denk aan de grote depressie van de vorige eeuw of de bankencrisis enzovoort, zie je innovatie en het ontwikkelen en opbloeien van nieuwe businessmodellen, zie je eigenlijk full speed doorgaan. Ik ben benieuwd, met jou beginnend Arnoud en dan Helene, hoe kijk jij aan naar innovatie in tijden van crisis en wat zijn de mogelijkheden? Want als je terugkijkt naar businessmodellen die we nou allemaal helemaal gewoon vinden, hè? De Googles en de Netflixen en wat dan niet, die zijn gemeengoed geworden, maar zijn voor een deel tegen de verdrukking in ontstaan. Hoe kijk jij naar innovatie in dit tijdperk, Arnoud? Ja, het is een hele lastige vraag in dit tijdperk, want We moeten in ieder geval zorgen, en dat was eigenlijk ook mijn opmerking over dat tweede pakket in Nederland. Als je die economie gaat stutten, dan ben je ook vernieuwing aan het tegenhouden. Want je bent eigenlijk het stutten, je bent die mensen vergoeding aan te geven om op hun plaats te blijven zitten. Dus, en te overleven, ja. Ja, dus uit een fatsoenlijke overheid snap ik dat je mensen die van de ene dag op de andere met een volstrekt andere omstandigheden geconfronteerd wordt, dat je helpt. Maar dat helpen, dat heeft een einde, want ze moeten eigen initiatief gaan tonen. Ze moeten een kans krijgen, en die bedrijven ook een kans krijgen, om zich te veranderen, te herstructureren. Dus bijvoorbeeld die eis die je dan oplegt aan bedrijven, van wij steunen je, maar je mag niemand ontslaan. Dat is in wezen van een langere termijn perspectief een hele rare eis. Want je zet de economie letterlijk op slot, en dat gaat tegen innovatie in. Erger nog, die innoverende partijen, die worden niet gestut. Wat gestut wordt, zijn de bestaande spelers. Dus mijn houding naar het tweede pakket van de overheid was, er is een ongelofelijke inspanning om dat tweede pakket, om dat goed in elkaar te zetten, daar zijn ze in geslaagd. Maar ik heb altijd gezegd, met het tweede pakket begint het pas. Want hoe ga je nu zorgen dat je die innovatiekrachten loskrijgt, en die staan bijna haaks op dat tweede pakket. Want het tweede pakket is uit een fatsoenlijke overheid, stutten. Dus ik ben minder genegen om, ik vind het moeilijk in te schatten waar de innovatie zal ontstaan, maar ik wil dat die kansen optimaal zijn. En we moeten voorkomen dat we de bestaande partijen die allemaal aan tafel zitten en hun bestaande belang aan het verdedigen zijn, dat die partijen de nieuwe tegenhouden. Ja, Helene, je bent trouwens in topvorm volgens Jury van Geest, kijk onder een beeld. Ja, heel fijn om te horen. Alsjeblieft. Eens even nadenken. Ik vind dat we eigenlijk te kritisch zijn. Ik,
Ik ben voor inkomensherverdeling. Ik vind het heel lastig dat Jeff Bezos de allerrijkste man van de wereld is. En maar ik vind dat we ook te kritisch zijn over technologisering. Want kijk eens, waar waren we nou geweest zonder de Zooms en de Skype en de alles tijdens deze pandemie? Die hele innovatie, de digitalisering, biedt zoveel ruimte qua inkomens, of kennisoverdracht, informatiebronnen die je kunt raadplegen. Maar wie is er kritisch op? Wie is er kritisch op? Jij zegt, we zijn te kritisch op de technologische vernieuwing. Maar we zijn toch niet kritisch op technologische vernieuwing? Die informatietechnologie creëert mogelijkheden die ongekend zijn. Ja, nee, maar nou ja, je hoort heel vaak natuurlijk de problematische aspecten worden ervan belicht. Bijvoorbeeld het werken met algoritmes, dat je blijft als je privacygevoelige dingen. Daar was Zoom een goed voorbeeld van, die natuurlijk zijn beveiliging niet op orde had. Ja. En ik vind dat het verhaal positieve nieuws daarover wel eens te weinig aan de orde komt. Want ik denk, wat een wereld leven we dat dit nu allemaal kan, dat wij hier nu dit kunnen houden, mensen ons kunnen volgen, dat we dit hierna ook weer kunnen twitteren, dat iedereen met elkaar aan het je ziet in de geneeskunde, als je al ziet hoe die farmaceutische bedrijven op dit moment aan het werk zijn, dat is natuurlijk al echt heel bijzonder om te zien hoe ze samen willen werken. Ja, ik zie dat maakt toch een hele, Jullie zijn eigenlijk heel optimistisch en die nieuwe technologie heeft er ook een rol in. Even nog voor de mensen thuis, hoeveel moeten ze zich nou zorgen maken over 2020 en 2021? Hoe zwaar krijgt onze economie en krijgen de mensen het eigenlijk in Nederland? Ik mag beginnen van, hoe zwaar krijgen we het? Arnaud? Vincent, jij viel weg, dus we wisten niet wie aanwees. Wie begint? Oh ja, dus ik wou even afsluiten van de. Want we zijn bijna aan het einde. Ik wou even weten, die economie voor de komende 2 jaar, 2020 en 2021, hoe zwaar krijgen de mensen het thuis? Hoeveel werkeloosheid krijgen we? Welke bedrijfstakken gaan het echt moeilijk krijgen? En zeg maar, worden wij hier aan de andere kant dan weer over 3, 4 jaar, komen we hier weer sterker uit? Vincent, mijn kijk, als je naar de voorspellingen kijkt van Centraal Planbureau afgelopen week, dan krijg je een antwoord, maar dat antwoord is met een onzekerheid omgeven wat niemand houvast geeft. Ja, dus volgens Centraal Planbureau gaan we bij een basisscenario gaan we naar 7% werkloosheid en we komen eigenlijk van 3%. Dus van 3 naar 7% per loop van 2021. Dus dat dus in 2021, tot in 2021 zou de werkloosheid oplopen. Als we in een slechter scenario zitten, het slechte scenario van het Centraal Planbureau, zou je zelfs met 10% uit kunnen komen. Maar deze percentages zeggen niks, want de modellen die een Centraal Planbureau heeft, die zijn niet gebouwd op uitzonderlijke omstandigheden. Die zijn gebouwd om omstandigheden die voorspelbaar zijn. En als ik dan kijk naar het aantal banen wat in Nederland geschapen is tussen 2015 en 2020. Het aantal banen, het was 8,5% banen gecreëerd. 8,5% nieuwe banen. Meer dan 800.000 banen gecreëerd. In een 5 jaar periode in Nederland. Meer dan 800.000 in 5 jaar. Dat geeft aan dat Nederland, het kunnen misschien de verkeerde banen zijn geweest gedeeltelijk, maar het geeft in ieder geval aan dat banenplannen van de overheid en melkrobanen had je nooit 800.000 banen kunnen creëren. Had je er 1.000 gecreëerd, dan was het al een wonder. Maar 800.000. Dit geeft eigenlijk aan de kracht van Nederland. Dus dat betekent dat de komende 2 jaar, als het tegen zit, komt de werkloosheid. Natuurlijk, die komt. En die gaat vergroot worden. Maar de snelheid waarmee wij de economie weer leven in kunnen, de economie zichzelf leven in blaast in Nederland, is groot. Dus ik zie geen langdurige werkloosheid. Maar mensen zijn onzeker en die werkloosheid die zal verdubbelen. Helene? De werkloosheid in Nederland is structureel toch veel hoger, omdat we zoveel mensen hebben afgekeurd. In Nederland zijn 2 keer zoveel mensen per 100.000 afgekeurd als in België. Dus dat hele idee dat wij een hele lage werkloosheid hebben, is sowieso onzin. Is dat zo? Is dat zo? Ja, hij is echt zo. Oké. Okay. Dus
Kijk, die werkloosheid zal oplopen, maar ik ga ervan uit dat de mensen snel het vertrouwen weer zullen herwinnen. Mensen zullen weer sneller gaan consumeren. Nederland zal last hebben van het. Wat het belangrijkste, denk ik, dat voor Nederland is dat Angela Merkel en Emmanuel Macron hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een steunpakket voor de zuidelijke lidstaten. Want ja, Nederland wil wel een exportland zijn, maar wil niet zorgen dat andere mensen, dat andere landen hun producten kunnen inkopen en invoeren. Dus het zou heel goed zijn als in Nederland. Ik verwacht heel eerlijk gezegd dat een stukje. Dat er een klap komt op de bedrijfswinsten, maar dat is niet zo heel erg, want die zijn toch al heel hoog geweest. En dat snap ik wel, hier bedoel ik niet het MKB mee en hier bedoel ik niet een horeca-eigenaar. Maar hier bedoel ik echt de grote multinationals en dat je toch een soort weer een kleine verschuiving krijgt. En dan hoop ik dat de nieuwe regering ook in Nederland, maar ook in Amerika, echt zich zal gaan bezinnen. En ik hoop echt dat het Westen dat ook samen gaat doen. Maar mag ook met China. Maar China, de regering Xi, die doet het al wel. Dat het Westen samen een plan gaat maken om iets te doen aan die belastingconcurrentie. Meer herverdeling mogelijk te maken daardoor. En dat zou een enorme impuls voor de groei in het Westen zijn. Ja. Ik ga jullie een laatste vraag stellen. Stel dat we over precies een jaar jullie alle twee weer uitnodigen om over hetzelfde onderwerp te praten. En we zeggen, goh, ja, hoe zouden we deze aflevering van dit webinar kunnen noemen? Wat is jouw titel van het webinar over precies één jaar, Arnoud? Jezus. Ja, ja, dat kan alleen even nadenken natuurlijk. Hè. Ja, nee, dat lijkt me ook heel wenselijk. Want je moet bijna iets in je hoofd hebben voordat je de vraag, überhaupt gesteld hebt. Maar spreek vrijmoedig. Ik denk dat de titel van het webinar zou moeten zijn. Overheid en bedrijfsleven hebben handen ineengeslagen. Oké, alleen. Zie je wel, swoosh. Ja, goed. Ja. Met dank aan Nike. En dank aan jullie beiden, Vincent. Ik zou nou denken, van als economen is het natuurlijk toch echt een waanzinnige tijd. Dat je gewoon stukken van de economie aanzet, uitzet, grootschalig. Het is super interessant om naar te kijken. Arnoud en Helene, waar doen jullie nu onderzoek? Je kunt overal naar kijken, alles interessant. Er is overal te weinig informatie over op dit ogenblik. Iedereen vraagt zich af, waar gaat dat heen? De modellen werken niet. Waar doen jullie nu onderzoek naar? Hoe gebruiken jullie deze speeltuin van de economie met honderden miljoenen mensen die allemaal andere dingen gaan doen? Met een digitalisering die, als ik nou kijk, ik ben heel erg bezig met het organiseren van evenementen. 50 spreekbeurten zijn afgezegd, maar ik ben allemaal bezig met mooi met dit soort tools digitale evenementen doen. Innovatie groeit echt heel sterk. Ik heb dat ook gezien in de zorg. Waar ga je onderzoek naar doen met deze speeltuin, Arnoud, om mee te beginnen? Ja, kijk, waar wij meteen mee begonnen zijn, met een groepje internationale economen, Duitsers, Italianen en Amerikanen, is van hoe wij dat we in een crisis meteen weer leningen gaan verstrekken. Vreemdvermogen, leningen, is een natuurlijke eerste respons. Dat is de snelste manier om iemand geld te geven, een lening. Maar uiteindelijk, leningen zijn schulden. Uiteindelijk is de dynamiek van de economie komt van eigen vermogen, risicodragend vermogen. Dus wat wij meteen gedaan hebben, we hebben een aantal stukken opgesteld hoe het Europese pakket eruit zou moeten zien door middel van eigen vermogen injecties. Hoe wij een soort Europees Pandemic Equity Fund kunnen creëren en via eigen vermogen het bedrijfsleven versterken en daarmee de banken versterken en daarmee de overheden versterken. In plaats van de bedrijven vol met leningen te stoppen. Het hangt ook dicht tegen mijn vakgebied aan, corporate finance. Dus het is een combinatie van corporate finance, dus ondernemers financieren, hoe ondernemers zich financieren en hoe dat positief kan uitwerken voor de economie als geheel. Nou, dan krijgen we ook tenminste wel zelf wat aandelen als staat of als Europa. En dan is dat meer ook een mooie basis. Wat ben jij aan het doen, Helene? Nou, ik ben bezig met China. En wat eigenlijk heel triest is, want alle westerse overheden en alle economen die bevelen dat westerse overheden ook aan om nu met heel veel steunmaatregelen te komen. Fiscale stimuleringsmaatregelen. En de enige die dat feitelijk niet doet, dat is China, omdat die de laatste jaren zo gewaarschuwd is over de oploop van de schuldenlast, terwijl de westerse economen dat niet in een goed perspectief zetten. Dus dat is mijn belangrijkste studieobject nu. Oké, daar ben ik wel geïnteresseerd in, want ik was een hele grote fan van China. En inderdaad, in 2008 hebben ze waanzinnig in de
fysieke infrastructuur gezeten. Maar ze hebben nu wel, als je kijkt, de privé, de bedrijfsschulden, de privéschulden en de overheid zitten nu ook wel weer op 300% van het bruto nationaal product. Jij vindt dat helemaal geen probleem? Je denkt van die schulden in China gaat allemaal goed komen? Nou ja, de Chinezen sparen heel veel. Dus je moet, zeg maar, als je niet wil hebben dat de Chinezen... Als de Chinezen dat niet al hun besparingen niet exporteren naar het buitenland, dan moeten ze het investeren. Maar als dat niet de bedrijven zijn die de besparingen ook hebben, dat zijn voornamelijk bedrijfsbesparingen, dan kan dat alleen maar opnieuw geherinvesteerd worden in de economie door middel van leningen. Dus ik zie daar geen probleem mee. Nog steeds zijn de voorzieningen, zeg maar, het vaste kapitaal per hoofd van de... per capita, per hoofd van de bevolking, is nog steeds veel lager dan in westerse landen. Dus er moet nog een heleboel meer bij geïnvesteerd worden voordat in China een zelfde kapitaalvoorraad is per hoofd van de bevolking als in het westen. Per hoofd hebben ze inderdaad... Ja, ze hebben een arbeidsquota van 50%. Dus ze kunnen ook 50% van het bruto nationaal product elk jaar investeren. Wat heerlijk om daar aan de touwtjes te trekken om dat te doen. Hey, ik ben jullie heel erg dankbaar voor deze eigenlijk toch wel een beetje optimistische visie op onze economie. Ik hoop het. De V. Eigenlijk kom je hier toch positief uit. We zijn ook eigenlijk heel positief. Arnoud is Mr. Positivo over Nederland. Helen zegt, ja, Helene zegt, het is wel oké. Okay, maar het zou zoveel beter kunnen zijn als we maar een beetje gewoon normaal beleid zouden voeren. Dus ik kom hier heel blij van aan. Hoe zit dat bij jou, Charles? Ja, dat klopt. Nou, je kent mij. Ik ben geen econoom uiteraard, maar... Ik heb ook wel heel erg de neiging om op die manier ook naar de wereld om me heen te kijken. En blijf elke keer toch de geschiedenis erbij halen. Zeggen van, er is nog nooit een crisis waar we eigenlijk niet overheen gekomen zijn. 1. En 2. Als je het op lange termijn bekijkt met allerlei dalen en oorlogen en rampen enzovoort. Maar uiteindelijk, als je de totale ontwikkeling van de wereld kijkt, zijn we er met z'n allen. Staan we er nu in heel veel opzichten beter voor dan ooit onze opa's, overgrootmoeders, over enzovoort. We hebben het wat dat betreft hebben een hele goede basis om echt een betere wereld te creëren als we het met z'n allen willen. Ik ben optimistisch over op den duur. Arnoud Boot, Helene Mees, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En jullie allemaal bedankt voor al jullie geweldige hoeveelheden vragen. En optimistische statements. En vooral Juri, je was weer heel actief. Je bent fan van allebei, dat is mooi. Arnoud en Helene hebben allebei positieve dingen van Juri gehoord. Wij zien jullie weer volgende week. We hebben weer een hele hoop leuke dingen in petto. Tot volgende week. Dag, dankjewel. Tot ziens. Oké.